Ik heb me flink in jou vergist. Denk je nou, hè? Mafkees! Mag je hier sluiten? Ik vind het geen probleem. Zal je het maar stil doen? Hey! Dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag is hier Willem. En Willem is Willem. Hey. Willem is nog steeds zijn Instagram kwijt. Nog niet terug. Nee. Nee. Maar goed, wij gaan straks richting Leidse Dam, is het toch? Ja. We gaan naar de Westfield Mall. En volgens mij is dat de grootste, het grootste winkelcentrum van Nederland. Als ik het goed zeg. Ja. Maar daar gaan wij dus heen. Kijk, ik heb me flink in jou vergist. Ja. Kijk, jongens. Wim die had op een gegeven moment hebben er mensen volgers gekocht. Op Wim's account. En toen dacht Wim heel slim, ik ga ze terughalen via een app. En toen heb je... Laten verwijderen. Ja, om dus zeg maar, hij had een app gedownload om volgers te laten verwijderen. En toen heeft hij dus zijn inlog gegeven, zijn username en zijn wachtwoord aan die app, omdat je dacht dat dan de volgers weggingen. Dus als je dit thuis ziet, nooit. Niet doen. Ik zei ook tegen Wim, maat, dit heb ik niet van jou verwacht. Inderdaad, wat Willem zegt, geef nooit je username en je wachtwoord aan iemand. Ook niet aan, zelfs heel vaak ook niet aan Instagram zelf. Het kunnen heel vaak scammers zijn. Niet met niemand delen gewoon, want je ziet dat je account wordt gehackt en dan is het klaar. Ik krijg ook heel vaak een DM met van, it took me 3 hours to make this for you, weet je wel, met een gift shop of zo. En als je dan op die link klikt, dan moet je dus inloggen. En als je dan inlogt, dan is je account verwijderd. Dus kijk daar alsjeblieft mee uit, pas ermee op. Maar goed, wij gaan dan nu naar Leidschendam en gaan we eens even kijken of er daar leuke winkels zijn. Oké, jongens, we zijn er. En het is best groot. Ik moet stoppen te doen. Oké. Best leuk idee. Ik tel tot 10. Ja. En dan moet jij even stoppen. En dan ga ik jou ergens zoeken. Nee, laat maar. Het lukt me niet. Eigenlijk hebben we allebei niet eens wat nodig. Maar we wilden gewoon kijken hoe het hier aan toe ging. Hoe mooi het hier is. En volgens mij... Ik ben er 1 keer eerder geweest. Want als het goed is, zit hier ook een smidoptiek waar ik al mijn zonnebrillen vandaan haal. Maar heb jij iets nodig? Nee. We kunnen wel kaas meenemen voor Ruben. Oh ja. Ruben is geen kaas. Maar ja, eigenlijk hebben we niks nodig. Maar lopen gewoon hier door die... Ja, well, we wilden het gewoon even zien. Westfield Mall. Nou, leuk. Wim, we gaan weer uit. Let's go, kom. Nee, je leuk zitten. Nou jongens, kijk eens waar we zijn. Smit Optiek's. Helaas is Jim er niet. Jim is degene die mij altijd helpt met alle brillen. Maar je hebt er heel veel winkels. Je hebt het hier zitten, maar ook in Amsterdam. Hier heb ik ook wel een keer. Ik heb hier wel een keer een bril gehaald. Ook. Mooi hè, allemaal Wim. Leuk. Heel leuk. Een skibril zelfs. Goed hè? Skibril versterkte. Dit is wel echt een zieke kinderdroom, ouwe. Zo'n hele winkel vol met Haribo. Maar dit was waar je van droomde. Gewoon één winkel vol met snoep. Oh. Wil je even naar binnen? Nee. Nee? Nee. Ik hou de camera wel even vast, hè? Nee, ik durf niet naar binnen. Want dan word ik zo'n dikke jongen. Weet je wel? Zo'n vetklep. En dat vindt Hidde niet leuk. Dus Hidde, ik doe het niet. Nou jongens, het was me weer een genoegen. We hebben helemaal niks gekocht. Het enige wat we hebben gedaan is een broodje gegeten met kip. Wat we eigenlijk in elke stad wel doen. Dus ja. Het is gewoon belangrijk om uit te testen waar het lekkerste broodje kip is. En dat is nog steeds in Haarlem. Maar ik moet zeggen, er waren zeg maar wel veel winkels. Maar het is eigenlijk meer een beetje allemaal weet je, Bershka en al dat soort winkels. Dus als je dat leuk vindt, Zara, Bershka, Pool en Beer, dan moet je hierheen gaan. Als je gewoon echt wil shoppen. Is ja, als je, echt, als je wilt bulken, dan moet je hierheen gaan. Ik heb eigenlijk al een beetje genoeg van jou. Waarom zeg je dan vanochtend dat je wil dat ik kom? Was een grapje. Oh, doei! Dag! Nee, kom binnen. Hey, doe rustig! Denk je nou, hè? Mafkees! Lig lekker op de bank met mijn date. Hè? Ik wil dood. Waarom zeg je dat nou weer? Sorry. Want jij deed alsof het leuk was, maar het is helemaal niet leuk hier. Waarom niet? Omdat ik van jou deze film mee moet kijken. Dit is gewoon een fantastisch leuke film. Hij staat op nummer 1 op Netflix. Dan moet hij wel goed zijn. Staat hij op nummer 1? Ja. Dit zijn de momenten dat je niet vlogt, hè? Hè? Dat je je troep opruimt. Dat je je troep opruimt. Dat doe ik ook gewoon. Oh, kut. Wat doe je nou? Gooi nou... Jezus. Gooi... Jezus, ik bedoel. Doe ik hem niet dicht, anders was hij pas kwijt.
Hey, Corrie is nog steeds een beetje bezig, hè? Ja, Corrie waait nog heel hard. Ik heb het koud, kom. Wij gaan uit eten, want Ruben is niet thuis en Willem is niet thuis. En ik kan niet zo lekker goed koken. En Niek die zei, kom, we gaan uit eten. Dus we gaan naar Loetje. Hey! Niek. Wat grappig weer. Maar eigenlijk proost, op het weekend. Echt nooit. Op het weekend. Het is dinsdag. Het is dinsdag. En proost. Heb je die berggeit wel eens gezien hier? Ik zat daar buiten. Ik heb nog een cappuccino. Oh ja, voor mij. Sorry. Mag je hier sluiten? Ik vind het geen probleem. Zal je het maar stil doen? Huh? Mag je gewoon snuiven? Ja, blijkbaar. Als je het maar stil doet, zei hij. Dan zeg je die camera uit, maar dit is natuurlijk helemaal niet wat hier aan de hand is. We hebben net een appeltaartje gegeten met z'n tweeën. Daar was... Daar kwam... Ja. Nee. We hebben een suiker van al. We hebben een appeltaart. Hier, ik ga nu proberen. Oh fuck, echt koken. Ik lig alweer heerlijk in mijn bed. Want morgen ga ik om 9 uur sporten in Haarlem. Dus ik ga lekker slapen. Slaap lekker en tot morgen. Joe. Goedemorgen. Nogmaals, goedemorgen. Ik zit nu in de auto onderweg naar Haarlem, want ik ging om 10 uur sporten. En ik stel mijn navigatie in. En hoe laat kom ik aan in Haarlem? Om precies 10 uur. Dus ik kom weer op tijd. En ik ben trots op mezelf. Eindelijk weer. Jongens, vandaag is een goede dag. Ik deed mijn gordijn open en ik ging naar buiten. Ik zag een zonnetje en ik was gelijk blij. Dan heb ik gelijk een topdag. Dan kan het gewoon niet meer kapot. Jongens, het kan dan gewoon niet meer kapot. Jongens, het is niet normaal. Ik ben weer op tijd. Precies op tijd. En dan zie je mensen gewoon zo op de Mogen we jou niet aaien? Maar ik denk dat hij niet zo blij is. Oh, pas op. Pas op. Gaan hier naast het kind. Ah! Hoe kind? Ja. Oh, yeah. Nou jongens, we gaan weer lekker sporten vandaag. En het is hangt een gezellige sfeer in de sportschool. Iedereen is lekker bezig. Niemand boeit het! Wat zou ik dan zeggen? Dit is een kutsportschool. Nee, het is een leuke. Welkom bij Healthy Bastard. Gaan we gelijk zo beginnen. Met het kutgevlog van jou. Jongens, ik moet jullie wat vertellen. Ik ga het 2 keer per week pakken. En ik heb pijn aan mijn rug. Helemaal gaan kijken. Maar hij kijkt ze wel. Ja, hij kijkt ze wel. Ja jongens, daar zijn we weer. Bij Gamon. En we hebben nu een hele grote groep bij ons, want iedereen die net aan het sporten was, gaat nu ook een broodje halen. Dat is toch fantastisch? Wij supporten de economie. Ben ik goed? Wat? kijk hoe blij die is. Oh, lekker zeg altijd zo jongens, na het sporten. Goed hè? Even lekker zo. Kijk eens even, iedereen is aan het genieten van zijn broodje. Hey! Zou jij mij dit eigenlijk juist niet moeten afraden om brood te eten? Met kip? Werk thuis, die game. Vol protein, jongen. We hadden house aan het opnemen. Opeens zegt Nick van, yo, heb je nog een joggingpak nodig? Aangezien hij een joggingpak had opgestuurd gekregen, maar hij past hem niet. En nu heb ik hem aan. Hij staat je echt hard houden. Ja, toch? Hij staat me goed. Alleen die trui is misschien een beetje groot, maar voor de rest is hij top. Dus heb ik gelijk schone kleren aan. Nick. Ja. Wat is er nou? Ik wil even wat vloggen. Ja. Je bent in mijn huis, dus we leven naar mijn regels. Ik wil eerst het liedje zingen. Oké. Get up and flow, inside my home. Goed, Wim die belde me net. En die is nu aan het werk bij zijn werk. En hij werkt bij Squash Haarlem, dat is een sportschool. Hij is nu aan het werk bij zijn werk. Ja, hij werkt bij een sportschool en het heeft ook een squashbaan. Dus hij vroeg ons van, hey, willen jullie gezellig komen squashen? Dus wij gaan er nu heen. Dan gaan we squashen. Hij is nu aan het werk bij zijn werk. Nu al de grap van de dag. Hi, goedemiddag. Hi. Hi. Ik werk hier. Oh, ik kom hier mijn pens eraf sporten. Nou, kom maar mee. Nee, fijn. Kom maar mee. Wil je cola? Nee, doe maar een dubbele bako alsjeblieft. Okay. Wim, dit is smerig. Ja, wel goed voor je. Weet je waar, dit proeft nou van over de datum optimaal. Ja, is het ook. Hey, trouwens, dat is over de datum. Lul nog niet.
Nee, grapje. Nou, ik vond het weer beren gezellig met Willem. En Willem is donderdag om 12 uur pas thuis. Dus ik heb het rijk voor me alleen. En heel toevallig zat ik net koffie te drinken. En er zat een vrouw naast me. En die was een fysio. En die zei van, jongen, kom even lekker mee naar boven. En dan ga ik jou verwennen. Nee, die zei kom even mee naar boven en dan ga ik je eventjes helemaal losmaken. Die heeft met allemaal zuignappen zo afgehaald en die heeft me helemaal losgemasseerd. En die zei ook tegen mij, je hele rug zit gewoon helemaal vast. Dus ze heeft hem een beetje losgemaakt en het voelt veel, veel lekkerder nu. Een stukje vrijer. Maar goed, ik ga lekker naar huis. Ik ben het zat. Ik hoef Willem niet eens te zien. Jongens, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, want ik ben aan het koken. Er is niemand thuis. Willem die is ook weer thuis. Ruben is weg. Dus ik ben gewoon aan het koken. En wat gaan we maken? Pasta pesto. Nou, als ik dat ga verneuken, dan is er echt iets mis. En dan heb ik een probleem. Een hele goede morgen. Ik zit alweer in de auto, want ik ben onderweg naar huis. Naar mijn ouderlijk huis. Naar papa en mama. Ik ga daar even langs, want mijn moeder die wil me heel graag weer zien wat ik snap. Want ik ben natuurlijk gewoon een heel lief kind. Dus ze wil gewoon eventjes een knuffel van een lieve kind. Snap ik heel goed. Dus ik ga zo een koffie op. Dus ik ga eventjes langs huis en vanmiddag ga ik naar de studio, eigenlijk om 12 uur. Het is nu bijna 10:45 en om 12 uur heb ik afgesproken in Rotterdam. Want dan ga ik de studio in met Remy en zijn artiestennaam is Era. En dan gaan we weer even domme tunes maken en lekkere muziekjes voor jullie. Dus ja, let's go! Wat is hier aan de hand allemaal? Hey! Nou jongens, ik kom hier thuis en er is een hele, er wordt allemaal verbouwd in de tuin. Nou ja, verbouwd. Daar, daar. Ik wil die boom afknippen. En dan hangt het takje los, zie je dat? Zo'n dode. Maar wat ze aan het doen zijn, deze boom die was eerst een stuk langer, dus die hebben ze ingekort. Want anders wordt het te groot en dan hebben ze geen zon meer in de tuin. Niet langer, hij was hoger. Oh, hoger, en jij wilt zon in de tuin. En wij willen zon. Aha. Maar we willen ook nog dat de vogeltjes ergens kunnen wonen. Dat is belangrijk. En dan kunnen ze alsnog in de boom. Nou jongens, dat was weer beren gezellig. Op naar Rotterdam. We zijn aangekomen in Rotterdam en we gaan lekker naar binnen en we gaan lekkere dikke tunes maken. En kijk eens eventjes waar we zijn, jongen. Hier zit een gekke producer genaamd Remy. Die is eventjes gekke dingen aan het tikken. Oh, man. Ja, Remy is nog een beetje bang voor de camera. Toch? Maar Remy is influencer aan het worden ook. Ja. Maar goed, we gaan eventjes wat vette dingetjes maken. We gaan even een opzetje maken en dan ga ik weer zingen en knallen. We zitten nog steeds in de studio en Remy die is eventjes bellen, maar die heeft een fantastische beat getikt en ik heb hier tekst. Maar ik kan je even een stukje laten horen van de beat. En dan gaat hij op een gegeven moment hier naar dit. En dan hebben we een soort van drop bedacht. Het is echt totaal iets anders dan ik normaal gesproken maak. Maar dat vind ik altijd juist heel erg leuk. En dan doe ik heel veel met Remy. Zoeken we gewoon iets wat er gewoon nog niet is. En proberen we echt iets unieks te maken. En dan komen we op dit soort dingen. Maar we zijn nog steeds lekker bezig. Laat eens even zien wat je kan. Komt-ie, hè, jongens. Zijn jullie er thuis er klaar voor? Komt-ie, hè. Wacht even. Focus. Komt-ie, hè. Oef. het scheelt niet veel. Ja, jongens, we hebben nu echt al iets van 5 keer gegooid. Ja, we proberen het heet in de roos te gooien. Maar kijk, weet je, Remy, ik laat wel even zien hoe het moet, ja? Komt ie. Oeh. Oh. Nou jongens, dan gaan we lekker verder met muziek maken. Het is tijd om weer lekker naar huis te gaan. Het is nu 6:30 en ik ga heerlijk naar huis. En ik denk dat ik, ik heb gisteren gekookt. Ik denk dat ik nu vanavond even sushi ga bestellen. En dat ik lekker sushi ga eten. Ik heb daar gewoon heel veel zin in. Ik heb daar gewoon echt heel veel zin in. Dus ik ga lekker naar huis. Let's go. Ik ben weer terug in het gebouw. En als het goed is, staat er boven een verrassing om mij te wachten. Kijk eens eventjes. Het is er al. Ik had dus al in de auto sushi besteld. En meestal, dat stond ook op de site, duurt het 70 minuten voordat het er is. En nu werd ik na een kwartier gebeld van, we staan voor je deur, maar niemand doet open. Het is er al. Hey Google, doe alles in de woonkamer aan. Oké, 4 dingen aandoen. En ik zag sommige comments van jullie. Sorry als ik nu bij jullie ook alles heb aangezet in de woonkamer. Het spijt me. Maar goed, de sushi is er. Nice.
Het is momenteel 11:15. En ik was eventjes lekker aan het genieten van het uitzicht. Soms heb ik gewoon, dan ga ik gewoon even, doe ik het raam open, dan ga ik hier lekker zitten. En dan ga ik lekker naar buiten kijken. En dan denk ik van, ja, heerlijk uitzicht. Ja, soms heb ik dat gewoon even. Dan ben ik gewoon lekker naar buiten aan het kijken, heb ik een muziekje op en dan ben ik helemaal aan het genieten. Maar goed, ik ga nu lekker mijn bed in. Dus vond je dit nou een leuke video, laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie dinsdag weer om 6:00. Later!